harde werkers van groep 7. We gaan deze keer kijken naar de werkwoorden. Dat wordt ook wel weer tijd. En jullie eerste opdracht was: kijk eens eventjes of deze zin in de verleden tijd staat of in de voltooide tijd. Waar herken je nou een zin aan in de voltooide tijd? Nou, dan zie je een hulpwerkwoord. Vaak is het een vervoeging van hebben of zijn. En je ziet een voltooid deelwoord. En natuurlijk is het voltooid, dus het is afgerond. Als we dan kijken naar zin 1, hij kerfde zijn naam in de boomstam, dan is dat gewoon een verleden tijdzin. Net als de tweede zin, zij verloofden zich vorige week. Dat is een verleden tijdzin in een meervoud. Lisa heeft haar haren blond geverfd, daar hoor ik een hulpwerkwoord, namelijk heeft. En geverfd is het voltooid deelwoord. Dus dit is een voltooide tijdzin. De vogel zweefde door de lucht. Dat is een verleden tijdzin. Het vlees heeft 2 uur lang gestoofd. Daar hoor je weer heeft gestoofd. Dus een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord. Deze zin staat in een voltooide tijd. Pieter durfde het aantal fouten. Dat is een verleden tijdzin. En het schip is uiteindelijk gekapseisd. Daar hoor ik het werkwoord zijn, namelijk is. En gekapseisd is het voltooid deelwoord, dus dat is voltooide tijd. Plaatjes zijn misschien wat lastig nu, want we hebben ze niet van tevoren besproken. Maar de eerste is wel duidelijk volgens mij. Hij duikt. En in de verleden tijd is het een klankveranderend werkwoord, hij dook. Tweede is wat lastiger te zien, maar daar bedoelen ze mee ik kruid. Nou, de ik-vorm, dus geen t erachter. En het is ook geen klankveranderend werkwoord. Dus in de verleden tijd komt de de achter kruide. Dus je krijgt een dubbele d en een e. Het derde werkwoord dat je moet invullen, daarvan kunnen kinderen die dit wat lastiger vinden vaak moeilijk horen of het nou nieste of niesde moet zijn. Dus dan gebruiken we het kofschip. Het lijkt erop dat dit eindigt op een S. Maar als ik het hele werkwoord neem, is dat niezen met een Z. Ik haal er EN af. Dan heb ik dus een Z aan het eind. En die zit niet in het kofschip. Dus je zegt niesde. Hij schroeft en hij schroefde. Dat is ook zo'n werkwoord. Als je het hele werkwoord neemt, schroeven, dan is dat met een V. Als je de EN afhaalt. En de V zit ook niet in het kofschip. Dus het wordt schroefde. Bij het volgende werkwoord is dat weer wat duidelijker te horen. Het vuur brandt, hij vormt dus DT. En het vuur brandde. Branden heeft dan een D, dus in de verleden tijd komt het DE achter. De vogel vliegt, dat is weer een klankveranderend werkwoord. En het woord de vogel vloog. Bij opdracht 3 moet je de rijen afmaken. En dan zetten we ze eerst in de tegenwoordige tijd, dan de verleden tijd, dan de voltooide tijd. Bij de voltooide tijd kijk je dus steeds naar het hele werkwoord. Vinden, pluizen, draven, verwoesten, houden en stranden. En dan haal je de EN af en dan kijk je of het in het kofschip zit. Behalve bij een paar werkwoorden waar je geen D of T aan het eind hebt, want die zitten er ook tussen. Maar we gaan eerst even naar de tegenwoordige tijd van vinden. Dat is natuurlijk ik vind, dan ik vond, ik heb gevonden. Die is al voorgedaan. Jij pluist, jij ploos wordt dat. Jij hebt geplozen met een Z. Hij draaft, een T, draafde, gaat de klank niet veranderen. En hij heeft gedraafd, dat is dus met een D aan het eind. Jullie verwoesten. Daar zit een T in.
Dus in de verleden tijd wordt het verwoesten met dubbel T-E-N. Dat is meervoud. En jullie hebben verwoest. Met een T ook, sorry. Het hout, met een T erachter. Het hield wordt dat. En het heeft gehouden. Dan de laatste, daar zit jij, staat achter het werkwoord. En dan gebruiken we de ik-vorm. Strand jij, strandde jij, want we hadden al een D, dus nu een D-E erachter. En jij bent gestrand, ook met een D. Nou, sorry voor de foutjes in wat ik zei, maar volgens mij hebben jullie hem nu duidelijk. En anders hoor ik dat doordat jullie wat onder dit filmpje schrijven. Succes!